Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag 15 april. En vandaag heb ik weer een wedstrijd. Ik ga alleen met G-Lime en ik ga weer naar Prinsenstad, waar we ook het paasconcours hebben gehad. Dan ga ik een rondje MSZ springen. En ik ga jullie vandaag gewoon weer meenemen, zoals altijd. Dus, als je dit nu al een leuke video vindt, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden op het rode knopje. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan gaan we nu naar stal. Hoi jongens, ik ben nu op stal. En mijn paarden staan al een tijdje in de molen. Een kwartiertje ongeveer. En ik kan om 12 uur, dat is nu, kan ik Ariane even een kwartiertje logeren. Want die gaat natuurlijk niet mee. Dus die doe ik gewoon vandaag even logeren, want die heeft gedressuurd. Dus ik loop nu naar de molen om Ariane te pakken en dan ga ik een kwartiertje logeren.
foutloze basisomloop voor Danny van Nicolas Kauterwitsch Line. Finish in 86-31ste. De 14e combinatie voor de Pages. Gaan we kijken naar combinatie nummer 37 in het hoorconcours. En Demi van Nicolas Kuiper zit in weer bij in de garage. Nu in het set, foutloos 68-74ste van een seconde. Hoi allemaal, ik zit nu in de auto onderweg naar huis. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden over hoe het vandaag ging. Echt super tevreden. In het M was ze heel mooi foutloos. En toen reed ik in de barrage, reed ik zelf een beetje twijfelachtig naar de eerste van de barrage. Omdat ik in één keer moest opschieten. En ik maar, je hebt maar 45 seconden om te beginnen na de bel. En de bel was al gegaan toen ik nog in de inrijbak reed. Dus toen moest ik de bak nog in. En toen moest ik nog aangalopperen en naar de hindernis toe rijden. Dus toen ging dat voor mijn gevoel heel gehaast. Waardoor ik dus niet het ritme op kon zoeken wat ik wilde. Waardoor ik dus een foutje kreeg op de eerste. Verder voelden ze wel in die barrage heel goed. De barrage was al verhoogd naar het 1.30. Want het was een barrage achteraf en dan doen ze vaak verhogen. En dat is nu ook gedaan. En toen voelde ik wel dat G-Lime echt heel veel energie had. En dat ze heel fit al liep in de barrage. Dus dat was echt een heel fijn gevoel. En toen daarna ging mijn Z-rondje nog rijden. En toen voelde ze echt top. Ze heeft echt zo goed gesprongen. Echt, dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. Ik weet wel dat ze heel makkelijk het Z kan springen. Maar ja, het is ook best wel warm geweest vandaag. En ze had al M gelopen en M barrage. Dus ik wist natuurlijk niet echt hoeveel energie ze nog zou hebben na mijn 2 rondjes al. Dus maar dat was dus echt super goed. En ze voelde super fit. En nou, daar ben ik echt super blij mee. En toen daarna was ze wel echt op. Dus in de barrage in het set was ze ook echt gewoon op. En
ja, dat ging gewoon allemaal niet meer. Maar dan snap ik ook wel, ik reed voor de vierde keer op die dag dat paard de ring binnen. En ik had er al meer dan 3 uur op gezeten. Dus zo niet zo gek dat ze dan een keer zegt van, oh Deem, ik ben moe. Dus nou ja, dat ging niet meer. En dan maakt eigenlijk niet, helemaal niet zoveel uit. Ik zit er niet heel erg mee. Het is weer een leermoment dat ik gewoon duidelijker moet luisteren naar Chilijm. En gewoon moet bepalen van, goh, ze is moe, ik rijd nog geen barrage. Maar dat zijn ook leermomenten, daar moet je gewoon ervaring mee opdoen. En dat kan je alleen maar meenemen als een les. En hoef je verder niet over in te zitten, tenminste, dat denk ik. Dus, ik ben super blij na vandaag. En het was ook een hele mooie wedstrijd, mooie parcoursje. Zag er allemaal top uit. Dus dat was heel erg leuk. Het is ondertussen al 8:15. En ik ga nu lekker naar huis om te eten. Dus hier sluit ik de vlog ook af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. En abonneer mijn kanaal hier beneden op het rode knopje. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En zie ik jullie snel weer. Doei!